De bewustwording over seksueel overdraagbare infecties, SOIS, moet vooral onder jongeren beter aangepakt worden. In dit kader werd zaterdag een HIV-symposium door SU Youth Village georganiseerd. Het eerste HIV-symposium in de geschiedenis van Suriname, speciaal gericht op jongeren, had als doel de verspreiding van SOIS preventief te verminderen en het bewustzijn hierover te vergroten. Dit baanbrekend evenement doorbrak stigma's en taboes rondom HIV en seksuele gezondheid. Onder het thema Sabius Status werden jongeren aangespoord om verantwoordelijkheid te nemen voor hun seksuele gezondheid en bewust te worden van mogelijke gevolgen van hun keuzes. Onderdirecteur Nationale Jongeren Aangelegenheden op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Maduri Monser, onderstreepte de enorme belangrijkheid van voorlichting voor jongeren. We moeten afstappen van stigma, discriminatie, dat zijn allemaal mooie woorden, maar doen we het echt in het dagelijks leven? En het is belangrijk dat we een symposium houden, je neemt je informatie mee, verwerk het, geef het door aan andere jongeren. En men zegt wel, zoals het is met peer pressure, jongeren leren makkelijker van jongeren, is het ook met goede dingen, je leert het ook makkelijk van je leeftijdsgenoten. Wij, tenminste ik, misschien de minister nog niet, maar wij moeten afbouwen en jullie moeten het overnemen van ons. Minister van Volksgezondheid Amara Madin zei dat er een onderfinanciering is in de HIV-zorg. Dit mondt uit in de verhoogde cijfers. De minister benadrukte dat meer aandacht moet worden besteed aan voorlichting onder jongeren en dat er beter samengewerkt moet worden om dit te realiseren. Daarnaast roept hij jongeren op om serieuzer en verantwoordelijker om te gaan met hun seksuele gezondheid om zo de risico's en gevolgen te beperken. Maar het is inderdaad een ernstige uitdaging om ook genoeg geld vrij te maken, goed op spoor te krijgen omdat voor HIV zorgen, omdat je vooral HIV is een seksueel overdraagbare, een infectieuze aandoening, dus je moet vooral in de preventiesfeer gaan zitten, je moet vooral die awareness creëren. Wil je hebben dat de kosten voor zorg in principe minder worden. De organisatie blijft zich inzetten voor preventieve voorlichting. Met deze inspanningen willen ze bijdragen aan een generatie die beter geïnformeerd en veerkrachtig is in het omgaan met seksuele gezondheid.